Ja, en dan eindelijk het verhaal waarvoor al die bijzondere en macabere spullen hier op tafel liggen. Ze wonnen prijzen en stonden meerdere keren op de cover van National Geographic. Begin deze maand ging hun werk de hele wereld over. De Arnhemse paleokunstenaars Alfons en Adrie Kennis. Zij gaven de eerste Nederlandse Neandertaler Krijn een gezicht. De Arnhemse tweelingbroers Alfred en Adrie Kennis vergaren wereldfaam met hun werk. De twee brengen prehistorische mensen en dieren tot leven. Zo maakten zij bijvoorbeeld de reconstructie van een van de allerbekendste mummies ter wereld, Ötzi. Momenteel werken de Arnhemmers aan de reconstructie van een Deens veenlijk, ook wel bekend als de Tollundman. Maar afgelopen maand waren de twee in het nieuws vanwege een ander project. Ze hebben namelijk de enige en allereerste Nederlandse Neandertaler, Krijn, een gezicht gegeven. En dit is hem. Krijn, hij leefde zo'n 40 tot 100.000 jaar geleden op een plek waar nu de Noordzee ligt. Maar waar toen de zeespiegel zo'n 50 meter lager lag. En waar mammoeten, neushoorns en paarden over de steppen liepen. Ja, prachtig om jullie werk even te zien, Alfons en Adrie. We hebben een soort van replica van Krijn hier ook op tafel staan, hè? Ja, dit is Krijn, zeg maar. En dit is de Tollundman die wij gemaakt hebben. En dit is Krijn, ja. Want Krijn staat natuurlijk nu in het museum. Ja. En wat is dit dan? Alvast de mal? Nou, die gebruiken wij. Dit is een mal. En van deze. Eerst maken we een klein model. Dan maken we weer een mal van. Van een duurzaam materiaal, zeg maar. Wat steviger materiaal. En daar wordt weer een mal van gemaakt. En dan krijg je die siliconen versie die je op het beeld ziet. Jullie zijn tweelingbroers. Hoe zijn jullie erop gekomen om überhaupt paleokunstenaar te worden? Hoe verzin je zoiets? Ja, wij waren heel slecht op school. Dus net over tekst niet kunnen schrijven. En daar waren wij voorbeelden van. Dus wij waren eigenlijk helemaal niet goed in tekst en taal. Allemaal niet. Dus, maar we waren wel geïnteresseerd in plaatjes. Al plaatjes kijken in de bibliotheek. Gingen we altijd boeken plaatjes kijken. En we zagen in de bibliotheek zagen wij de overgang plaatjes van een aap en een mens. Die transformatie van een aap en een mens vonden we heel interessant. Toen we klein waren al. Dus ik dacht, hoe kan dat? Dus, en dat is evolutie dus eigenlijk. Hè? Dus wij konden wel één of twee goed konden tekenen en boetseren op de lagere school. Dus we zijn weer doorgegaan. En we hadden allemaal schedels uitkoken. We waren geïnteresseerd in dieren en hoe de dieren in elkaar zitten allemaal. We gingen schedels uitkoken. En we waren altijd heel... Schedels koken? Ja, we wilden de kop uitkoken, zeg maar weer. Dus we gingen ook in school met de fiets. En dan de dag een dode kat en dan hoofdje eraf. En dan in de pan. Maar we waren geïnteresseerd in de anatomie van dieren. Welke de functie van een dier? Wat voor gebit heeft een roofdier? Wat voor gebit heeft een planteneter? En dat soort dingen vonden we heel interessant. Ja, dus daar doken jullie met z'n tweeën eigenlijk in. Jullie zijn bij een illustrator. Of als illustrator gaan werken bij een uitgever. Maar hoe is dan die allereerste opdracht gekomen dat jullie uiteindelijk dit zijn gaan doen? Ja, we waren een bekende illustrator uit Gelderland, Jan Jutte. Tekenboekillustrator. Die zag ons werk. Onze illustraties en heeft ons geïntroduceerd in Amsterdam bij Leopold, mijn uitgever. En we hebben eerst iets klaar voor de oegervogel, een evolutie van de vogel, mochten we illustreren. En het tweede deel was de evolutie van de mens. Ik dacht, dat is ons onderwerp. En toen zijn we heel Europa langs gegaan, alle wetenschappers. We hebben allemaal afgieters gekregen, die daar zitten van schedels. Want de echte schedels liggen in kluizen, dus daar kun je aankomen, maar daar kunnen we werken. Dus we hebben overal afgieters meegekregen. En, dus hebben we forensische... en waar heb je dat van meegekregen? Van die wetenschappers in het buitenland. Want de meeste oermensen worden in het buitenland gevonden. Dus, zo gaat het ook. Jullie krijgen vanuit het buitenland een telefoontje. We hebben een schedel gevonden. Ja. Kunnen jullie daar... Ja, kunnen we iets mee? Een reconstructie, kun je mee? Vooral als het heel weinig is. Ja. Dit is leuk voor een museum. Maar als het maar één stukje of een brokstuk is... is het niet interessant om mensen te trekken. Dus dan vragen ze, kunnen jullie het completer maken? Kunnen jullie er een gezicht op maken? En hoe ga je dan vervolgens in zijn werk? Want stel je voor, wat ik kan me ook voorstellen, dat je soms maar één... Ik kan even een voorbeeldje laten zien. Even kijken, dit is van een 800.000 jaar oude vrouw uit Java. Dit is gevonden, zeg maar meer. Dit is de archeologische vondst. Dan is dat het enige wat je krijgt? Ja, dit is wat we krijgen. Dit is dit. En dit is uitgeprint in de computer. Dit is het plastic, want die kunnen werken. De volgende fase, dan moeten we dit in compleet maken. Dus heb ik hier nog eentje liggen. Kijk, deze is al meer compleet. Dit is homo erectus, noemen ze het, een rechtbegaande mens. Wij hebben thuis allemaal schedels van meer homo erectus, van meer individuen, die wel een gezicht hebben. Dus die pasten precies op een gezicht dat we al thuis hadden. Dus dit
is hier met de computer opgepast. Zie je het? Of kijk, daar is de camera. Zo. Ja, dus en past hoe gaan jullie dan te werk? Want doe je dat echt samen? Of hoe is de taakverdeling? Nee, bij een gezicht niet. Doe niet samen. Als het een lichaam is, dan wel. Dan wel. Dan kun je wel. Met een gezicht kun je niet samenwerken. Dus dan is dit. En dan de volgende fase heb je dit. En dan de volgende fase krijg je dit. Deze kop zit hier onder. En dan krijg je deze forensische reconstructie. Maar wacht even, want dan komt vervolgens de spiermassa komt erop op het gezicht. Precies. En hoe doe je dat? Ja, we hebben een studie gedaan naar hoe de spieren in elkaar zitten in het gezicht. En we hebben ook een bepaalde methode, de Manchester methode. Die stokjes hier, als je hier kijkt, die geven de huiddikte aan. De weefseldikte tussen, hoe dik de weefsel is op dit gebied. Dus bij de neus is het heel dun. Als je bekijkt, op je neus is heel dun de huid, maar bij je wangen kan het heel dik zijn. Maar Alfons, dat betekent dat je tegelijkertijd eigenlijk ook wetenschapper moet zijn en bioloog bijna ook. Omdat je exact moet weten hoe het menselijk lichaam is opgebouwd. Of ja, zie ik dat verkeerd? Het is wel een flinke interesse in die richting is wel belangrijk natuurlijk. Ja, dus wij door het uitkoken en dat we per se... wij lazen niet veel, maar de dingen die we lazen, wat ging over anatomie. En dan duik je erin en dan ontdek je steeds meer. Je leest. Praat met wetenschappers, kom je wetenschappers tegen op congressen en alles. Praat met wetenschappers, dan krijg je toegang tot materiaal. Je ziet hun opinie. Hè? Bij de laatste reconstructie in de Naturalis hebben we ook samen met drie wetenschappers gemaakt. Die maken de reconstructie virtueel op de computer. En wij hebben hetzelfde materiaal gekregen, maar dan in plastic. En wij maakten hem gewoon fysiek helemaal, de reconstructie. En toen gingen we kijken of die resultaten met elkaar overeen kwamen. Het was heel grappig, die resultaten op verschillende manieren kwamen overeen. En toen zijn wij verder gaan met onze reconstructie. Daar hebben we eigenlijk de goedkeuring van die wetenschappers om door te gaan. Ja, want hoe dicht kom je dan bij die wetenschap? Want wie zegt dat jullie niet van alles gewoon verzinnen? Wij komen net zo dicht bij een wetenschap. Wij zitten ongeveer in de buurt zeg maar, wat wetenschappers op dit moment van een bepaalde menssoort weten. Maar het zijn ook geen portretten of zo. Het geeft een redelijk betrouwbare indicatie zeg maar, van hoe zo'n maar mens... redelijk betrouwbaar. Ja, dus redelijk betrouwbaar. Ja. Ik heb wel eens het voorbeeld van... stel je voor dat we alleen maar op de aarde leeuwen leven... en de tijger is uitgestorven. En dan krijg ik een schedel van een uitgestorven tijger... en die ga ik reconstrueren met de spierdiktes, de weefseldiktes van een leeuw. Van een leeuw. Dan als ik het dan reconstrueer, dan komt die... akelig dicht in de buurt van een tijger. Dat is helemaal een groot verschil. Dit zijn mensachtige. Ze hebben wat apenkenmerken, maar ze zijn heel erg mensachtig. Dus de anatomie komt heel erg dicht bij ons. Dus je kan niet vreselijk miszitten. Nee, want heel even over die apenkenmerken. Hè? Want die even kort een evolutietheorie of even terug in de tijd. Jullie hadden het ook over dat de huidskleur, heb ik hier nog niet aan tafel gehoord, maar heb ik wel gelezen, dat de huidskleur ook nog niet zo heel lang blank is. Hè? Ja, dus dat is pas een recente ontdekking eigenlijk. Hè. We hebben voor Engeland hebben we de Cheddarman gemaakt. Dat was de eerste, een van de oudste moderne mensen die ze in Engeland gevonden hebben. Redelijk recent, 8 tot 10.000 jaar oud. Is een jager en verzamelaar. En die hebben ze DNA uitgehaald. En nog wel andere botten in Europa, Spanje, Luxemburg en in Engeland dus. Hebben ze allemaal DNA uitgehaald. En het bleek dat al die individuen rond diezelfde tijd in één keer een hele donkere huid hadden. Veel donkerder dan onze huid. Echt als mensen in Afrika. En wat grappig was, ze hadden wel allemaal blauwe ogen. Het is een soort mensenras wat nu niet meer bestaat. Wat toen rondgelopen heeft, zeg maar. En dat was eigenlijk de soort basis van een soort ras in Europa. Ja, want de moderne Europeaan krijn, hoe lang bestaat die al? En... De krijn is eigenlijk een klassieke Neandertaler noemen ze dan. Dus die is rond de 70.000 jaar, zei die. Lopen die rond hier in Europa. Vanaf een miljoen jaar. En toen was de huidskleur nog redelijk bruin? We kunnen ervoor uitgaan dat het bijna donker was, ja. Ja, bijna donker zelfs. Want dat licht is pas redelijk laat ontstaan, ja. Dus we gaan voor gemak... Het is jammer, ze hebben DNA wel van de Neandertaler hebben ze allemaal wel uitgeplozen. Maar ze weten nog steeds niet de haardracht en de huidskleur. Heb ik niks van gehoord. Wat resultaat dat geeft van de Neandertalers. Ja, maar dus die bruine huid wordt in verband gebracht met het vlees eten. Dat mensen veel vlees eten. En dus je moet meer vlees eten? Nee, nou, dan heb je minder vitamine D van het zonlicht nodig. Okay. Dus wij hebben vitamine D van de zon. Om vitamine D voor de opbouw van de botten en voor de embryo, geloof ik. Maar dat is allemaal wetenschappelijk. Daar durf ik niet te diep in te duiken. Maar
We hebben vitamine D nodig, zeg maar, voor de botopbouw allemaal. Dat haal je uit vlees, maar ook uit zonlicht. En als je heel weinig vlees gaat eten, bijvoorbeeld de eerste landbouwers, die steeds minder vlees gingen eten, steeds meer graan en alles, dan moet je jouw vitamine D ergens anders vandaan krijgen. En dan was mensen die dan een blanke huid hadden, waren het voordeel. He, die in het voordeel bij overleven allemaal. Omdat die veel vitamine D ontvingen, zeg maar, van via het zonlicht. Nu hebben jullie heel veel mooie projecten al gedaan. Hè? Usti, onze Krijn. Wat wordt jullie volgende project? Ja, we zijn nou bezig met een Lucie, een van 3 miljoen jaar oud. Een? Ja, dat is de eerste aapmens die eigenlijk min of meer rechtop loopt. Het is eigenlijk gewoon een aapje, maar hij loopt rechtop. Daar zijn we nou mee bezig. En met een halverwege mens. Dus deze ongeveer. Ja, eentje van ook van een half miljoen. En er eentje van, even kijken. En die andere talen. En die nog niet andere talen. En nog niet andere talen. Voor een Oslo museum. En wanneer moet die af? December. Want hoe lang doen jullie daar al? December, maar we hebben... jullie raken nu in paniek, sorry. Ja, 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 ja. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes met dat project. En kom graag nog een keertje terug als jullie daar verder mee zijn. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Ja.